Carlos Delgado wil gelukkig nog wel met ons praten. De pas 18-jarige Spanjaard was jeugdinternational, maar gaat een half jaar als amateur voor Sparta spelen. Omdat hij een conflict had met zijn club Malaga over een nieuw contract, mocht hij vertrekken. Maar niet naar een andere Spaanse club. Dat is een ongeschreven regel in dat land. Carlos Delgado is een chico de 18 años que nací en Cádiz y empecé a jugar al fútbol en Cádiz. Luego a los 16 años vine a Málaga a jugar y a raíz de ahí estuve con Málaga B y alternando con el primer equipo. El año pasado fui internacional sub-18 por España. Estuvimos en Madrid de concentración. Y nada más, dejé Málaga porque tuve un problema con ello y Sparta me parecía el equipo al que debía de ir. Hij is technisch, best technisch vaardig. Je merkt wel dat zijn opleiding Spanje ja, gewoon wel degelijk en goed is. Dat merk je wel. Pues la verdad es que prefiero ir día a día, empezar estos 6 meses y luego jugar en Holanda para Sparta en el primer equipo. Y si allí me va bien y tengo posibilidad de volver a España, pues volveré. Pero de momento mi primer deseo es llegar al primer equipo de Sparta. Wat ik wel vind is dat hij heel goed al zijn omgeving coacht. Een jongen die voetballend de dingen op wil lossen. Ja, dus dat vind ik voor zijn jonge leeftijd vind ik dat wel iets hebben. Tot ziens in Rotterdam. Doei doei.